Cold case oproep. Tot delen en lezen alstublieft. Sinds 15.01.1992 is onder verdachte omstandigheden Willeke Dost verdwenen uit het huis aan de Koekangers Dwarsdijk te Koekange. Zij was toen 15 jaar. Zij heeft allebei haar ouders verloren toen ze nog een baby was. Na wat omzwervingen is ze weer bij een familie in Koekange terechtgekomen. Deze familie had zelf 3 kinderen, maar ook deden ze al jaren aan pleegzorg. En zoals nu blijkt zal Willeke hun laatste pleegkind zijn. Haar fiets, een aantal spullen en Willeke zijn in het niets verdwenen. Er is in die tijd wel onderzoek gedaan, maar omdat ze dachten dat het om een weggelopen kind ging en ze hoopten dat ze snel weer thuis zou opduiken, is dit niet grondig gebeurd in de cruciale uren. Het melden van de vermissing heeft ook pas aan het einde van de andere dag plaatsgevonden, terwijl ze nu denken dat ze in de nacht van 14 op 15 januari al zijn zou verdwenen. Haar bed was opgemaakt en onbeslapen. Haar fiets weg. Die avond kwam ze niet thuis. Uiteindelijk is er in de avond alarm geslagen, maar werd het wel afgedaan met een wegloopster. Na jarenlang en veel onderzoek verder is er nog steeds helemaal niets gevonden. Er is nog steeds familie, ondanks dat ze geen ouders meer had. Die willen hun Willeke terug en antwoorden nodig zijn. Er zijn levens die nog elke dag hieronder lijden. Laat alsjeblieft weten wat er gebeurd is met Willeke, als je er maar iets van af weet. Je mag dit anoniem doen bij ons, dan zorgen wij dat dit op de juiste plek komt. Of stuur een brief naar de politie. Er moet toch iemand zijn die iets weet? Blijf dit verhaal delen. Mensen mogen niet in het niets oplossen. Naam: Willeke Dost. Huidige leeftijd 45 jaar. Lengte 1,75 meter lang. Haarkleur blond. Oogkleur blauw. Geslacht vrouwelijk. Heeft u informatie? Bel de politie op 0900 8844 of 0800 6070 of bel Misdaad Anoniem op 0800 7000. Wilt u op de hoogte blijven van vermiste personen? Abonneer dan alstublieft ook op ons YouTube-kanaal, want ze kunnen en mogen niet gemist worden. Dank u wel.